Maxime Verhagen himself, voorzitter van Bouwend Nederland, verrichtte vanmiddag de openingshandeling. Bouwtalent van morgen. Volgens uniek concept huisvest het Bouwgilde in Rijssen. Het Bouwgilde is een samenwerking tussen ondernemers, overheid en opleidingsinstituten. Bedoeld om studenten in de bouwsector voor te bereiden op de grote wereld. Het Bouwgilde draait volgens beproefd concept, want bij buurman Remo doen ze hetzelfde, maar dan voor studenten metaal- en installatietechniek. Het succes blijkt hoofdzakelijk door de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs. Dat is de kracht van Remo. De praktijk bij de theorie brengen. Remo begon in 2007 en heeft inmiddels een enorme groei meegemaakt. Hier zijn wekelijks inmiddels 160 studenten in opleiding. We zijn in 2007 begonnen met 18 lidbedrijven. Op dit moment hebben we 54 bedrijven die lid zijn van de vereniging. Maar in totaal leiden we voor zo'n 90 bedrijven studenten op. De samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid heeft veel voordelen. Studenten worden hier maximaal voorbereid op de echte wereld. Onder meer omdat hier dezelfde machines worden gebruikt. Ja, heel trots. Ja. Maar vooral dat we de jongeren die kans bieden hier. Je mag gesloten werkplaatsen lopen, je mag machines starten, meten, testen. Je leert hier veel meer en veel breder. En bedrijven willen je ook sneller aannemen, omdat je breder bent ingezet. En dat is precies wat het Bouwgilde ook beoogt. Je weet, vakmensen die blijven we nodig hebben. Als ze hier opgeleid zijn, dan zijn het ook goede vakmensen. Ik denk dat we allemaal hetzelfde doel hebben. Hè? Jonge mensen enthousiast maken voor de techniek. Maar ook de bedrijven hebben daar natuurlijk ook weer belang bij.